Ook dit jaar gebeurt er veel op het gebied van tv's op de IFA. We zien meer fabrikanten met OLED-schermen. Maar ongeacht het schermtype HDR, High Dynamic Range, is nog steeds de grootste trend die je bij elke fabrikant wel ziet. Nou, HDR betekent dat er meer detail zit in de donkere en lichte delen van het beeld. HDR zorgt dus voor mooie beeld, zeker in combinatie met het zogenaamde white color gamut. Wat zoveel betekent als dat de beelden die getoond worden een veel groter kleurenbereik hebben. En dat in combinatie met meer detail in het beeld zorgt dat het er mooier uitziet. Maar om die mooie beelden in HDR te kunnen zien, moet ook de bron van het beeldmateriaal in HDR zijn opgenomen. En één partij die dat al doet is Netflix. Die hebben dat vorig jaar aangekondigd. En sindsdien zijn er een aantal series van Netflix zelf. Bijvoorbeeld de tweede serie van Marco Polo is al Ultra HD met HDR. En ze hebben mij net verteld dat ze ook alle komende nieuwe series zullen in HDR zijn. Daarnaast zien we ook dat er meer titels zijn voor Ultra HD. Er zijn een aantal fabrikanten die Ultra HD Blu-ray spelers hebben die ook HDR ondersteunen. Dus je ziet dat mondjesmaat het geschikte beeldmateriaal er wel begint te komen. Nou, bij Samsung zien we geen OLED-schermen, maar wel LCD-schermen met de zogenaamde Quantum Dot-technologie. Dat is een andere techniek dan OLED-tv's, die heeft Samsung niet. En die technologie zorgt ervoor dat de beelden helderder zouden zijn, kleurrijker. Het houdt zoveel in dat inderdaad de beelden op de tv's hier heel mooi helder zijn, super kleurrijk de beelden zijn, mooi verzadigd. Dan is het bronmateriaal natuurlijk ook wel perfect afgesteld op wat de schermen hier kunnen weergeven. Ja, de vraag is natuurlijk wel een beetje van hoe ziet het er thuis uit? Uit onze test moet blijken of dat inderdaad allemaal net zo goed is als dat het er hier uitziet. Wat we verder ook bij Samsung zien, en dat zagen we vorig jaar al, en dat is onveranderd, heel veel tv's zijn curved, gebogen schermen. Uit onze test eerder al is wel gebleken dat die curved schermen, dat op zich voor de beeldkwaliteit niet zo heel veel uitmaakt, maar het is ook eerder een kwestie van smaak. Veel mensen vinden het mooi. Philips heeft zijn eerste OLED-tv gepresenteerd op de IFA. En deze OLED-tv heeft Ambilight. Nou, er hebben natuurlijk meer tv's van Philips hebben Ambilight. En de combinatie daarvan is behoorlijk fraai. In ieder geval op de beurs ziet de tv met Ambilight erbij. Het ziet er erg mooi uit. Diep zwarte tint, mooie kleuren, helder. Het prijskaartje is niet gering. Deze 55-inch tv gaat tussen de 3500 en 4000 euro kosten. Het is een smart tv en het besturingssysteem is Android TV. Daarnaast heeft hij ook een soundbar, die is geïntegreerd eigenlijk als in het geheel. Hij komt in het vierde kwartaal beschikbaar. Nou, we staan hier bij LG en LG heeft echt een hele brede lijn aan OLED tv's. En dat gaat van redelijk betaalbaar tot absurd duur. Nieuw bij LG is de Signature lijn. En dat houdt in dat ze bij elke productgroep, dat het topproduct daarvan, bepaalde designkenmerken heeft. En deze tv is onderdeel van die Signature line. Bijzonder is de soundbar aan de onderkant. Het zou moeten zorgen voor beter geluid uit je tv. We gaan hem waarschijnlijk niet testen, want daarvoor is hij toch echt wel te duur. Dit is een model dat 17.000 euro moet gaan kosten. Maar over het algemeen vooral dus OLED bij LG. Nou, ook bij LG zie je natuurlijk volop HDR. LG heeft geen eigen Ultra HD Blu-ray speler zoals Samsung, Panasonic dat wel heeft. LG zet vooral in op streaming via Netflix. De trends bij tv-fabrikanten zijn dit jaar wel echt HDR. Dat is toch wel weer wat sterker aanwezig. Niet alleen de schermen die er geschikt voor zijn, maar we zien ook wel steeds meer content. Wat goed is, want voorheen kon je nog niet zoveel HDR in de huiskamer krijgen. Daar wordt aan gewerkt. Daarnaast zien we ook wat meer OLED-schermen en 4K, dat is inmiddels wel een soort gemeengoed lijkt het. De prijzen worden ook wat aantrekkelijker op dat gebied. Zagen we vorig jaar best wel heel veel curved tv's. Bij Samsung zie je dat nog steeds wel veel, maar de nadruk lijkt er bij de andere fabrikanten toch een stuk minder op te liggen. Daarnaast zien we hier ook af en toe al 8K, maar dat lijkt me meer iets voor volgend jaar of wellicht de jaren daarna. Wil je meer weten over televisies, bijvoorbeeld over OLED-tv's of hoe HDR precies werkt?
Ga dan naar consumentenbond.nl/tv.